We zijn in Eindhoven, maar waar zijn we precies? Nou, jullie zijn vandaag bij Olympia Fitnesswereld. Ja. Een fitnessschool met een heleboel verschillende apparaten en cardioapparaten en kracht en zo. En daar kom ik best wel vaak. Dus hoe vaak is best wel vaak? Ja, nu ik dus wat minder aan het hardlopen ben, train ik sowieso 3 keer per week hier. Ja, en als ik wat meer aan het hardlopen ben, dan vraag ik ook nog wel 2 keer per week. Dus, En hoe gedreven ben jij in die sportschool? Best gedreven eigenlijk wel. Ja, spinnen is echt, dat vind ik echt super leuk. Dus dat doe ik ook heel fanatiek mee. En als ik op. Kijk, ik gebruik de ARC ook wel om een beetje een rustige training te doen. Dus een half uurtje relaxed. Maar soms dan ook echt voor intervaltrainingen. Nu ook, nou ik geblesseerd ben, heb ik daar juist mijn intervaltraining op gedaan. Dus dan 2 minuten best wel flink door en dan weer wat rustiger. En dat dan 40 tot een uur zeg maar op zo'n ding staan. Ja. Dus dan ben ik wel fanatiek. Ja. En dat is wel heel handig. Want ja, zo hou ik mijn conditie wel op peil. Ondanks dat ik niet volledig kan hardlopen. Op een van die apparaten, dan voel je je pees niet? Nee, dan voel ik hem niet. Ja, je hebt dan ook geen druk op die voet. Dus je staat gewoon stil. Je gaat omhoog en dan voel je hem niet. Dus dat is wel fijn. Nu mag je minder hardlopen. Krijg je dan hier ook meer schema's dan? Hier? Nee. Nee, dus eerlijk gezegd dat ik een beetje zelf kijk van hoe ik me voel die dag. En ik heb van de sportfysiotherapeut een paar oefeningen voor mijn Achillespees gekregen. En die doe ik dan wel hier. Ja, die doe ik thuis ook, maar dan hier ook. En ik doe wat extra krachttraining voor mijn benen. Om ze toch wel sterk te houden. Ik hoop zo meteen weer fit te zijn om wedstrijden te kunnen lopen. Dus dan zijn mijn benen ook weer sterk, nog steeds sterk. Dus, maar ja, dat doe ik dan een beetje zelf. Jij loopt al heel lang en je bent trainster, maar kun jij een heel klein beetje over jezelf al vertellen? Over mezelf? Ja, goed, ik loop vanaf 1976 liep ik mijn eerste wedstrijden. Ja, als ik kijk hoe mensen nu beginnen met, de meeste mensen beginnen met een schemaatje wandelen, joggen, minuutje. Ja goed, vroeger als je ging hardlopen, dan ging je gelijk bij een atletiekclub. En dan leerde je gelijk hardlopen. En ik zat 2 weken bij de atletiek en ik liep een 800 meter wedstrijd. Ja, zo ben je dus begonnen. 800 meter, 500 meter, 3 kilometer. Dan is een keer een 5 op de baan. En een paar jaar later kreeg ik een keer een uurloop bij de club. Ja, liep ik gelijk meer dan 15 kilometer. Dus toen zei de trainer jij moet lange afstanden gaan lopen. Ja, en toen ben ik eens een keer een wegwedstrijd gaan lopen. Die had je toen de tijd nog niet zo heel veel. Toen was het vrij apart als je op de weg ging lopen. In Nederland had je toen maar heel weinig vrouwen die op de weg liepen. Dus ja, goed, je viel gelijk altijd in de prijzen natuurlijk. Want ja, goed, als er 3 zijn, hebben we er 3 prijs. En daarna ben ik, toen hier in Eindhoven de eerste marathon kwam, 1982, ging half Eindhoven voor die marathon trainen.
ja, ging ik ook mee. En ik was toen 24 en liep ik mijn eerste marathon. Ja, liep je? Mijn eerste marathon liep ik 2:58. Dus, maar ja, erg onverstandig gelopen hoor. Eerste helft in 1:21 of 1:22. En de tweede helft is een stuk langzamer. Maar ja, goed, daar heb je dus aan gelijk wel die les gehad. En dan weet je wel hoe het niet moet. Ja, goed, ik zeg altijd tegen de mensen die ik. Want ik geef nou weer een aantal. Ik heb jaren training gegeven, ook bij recreantengroepen. De laatste 9 jaar bij PSV en nou Eindhoven Atletiek dus. Na de fusies is PSV en Olympia samen Eindhoven Atletiek geworden. En ja, dan geef ik nou 1 jaar of 9 training. Ik heb de wedstrijdgroep met een aantal fanatieke atleten. Dus dat, ja, alle fouten die ik zelf heb gemaakt, hoeven jullie in ieder geval niet te maken. Want ja, hè, daar heb je zelf wel een heleboel van geleerd. But I'm king of the club, hey. And I'm wearing the crown. Popping, hey, these bottles, touching these bottles, watching the asses go down, down. Samenwerkt tussen Corine en jou? Ja, ik denk wel vrij goed. Ja, Corine is nou weer een tijdje, ligt ze eruit met die blessure. Maar ja, we hebben toch regelmatig wel contact. Ik vraag toch steeds of ze haar logboeken opstuurt. Of ze bijhoudt wat ze aan alternatieve trainingen doet. Ik geef haar ook wel tips. Bijvoorbeeld als je een alternatieve training doet, zorg in ieder geval dat je een paar keer in de week die hartslag bereikt die je ook met het lopen bereikt. Hè? Met een stevige intervaltraining. Tja, je kunt wel op je gemak iedere dag 5 uur gaan fietsen, maar daar schiet je weinig mee op. Je kunt dan beter 1,5 uur of 1 uur heel intensief een alternatieve sport doen. Dus intensief spinnen of zo, waarbij dan je hartslag wel de hoogte bereikt die je met het hardlopen bereikt. Want ik denk dat wel essentieel is als je een vervangende training doet voor een hardlooptraining. Is je een makkelijk atleet om te trainen of te coachen? Ja, ze neemt wel heel veel van je aan. Ze heeft ook wel vertrouwen in dat het goed gaat. Ja, nou met die, ja, ze had gewoon pech met dat middenvoetsbeentje wat brak. Ja, daarna hebben we het misschien toch wel iets te snel opgebouwd. Misschien heb ik wel een beetje onderschat, ja, wat dit soort trainingen op de sportschool betekenen. Ik ben meer van het lopen. Ja, en een krachttraining in de week, prima. Maar ja, ik zie ook wel om me heen dat heel veel, want ja, er zijn steeds meer mensen die naar de sportschool gaan, dat vooral het spinnen in combinatie met lopen, dat een hele goede combinatie is. Maar je moet dat ook weer niet gaan overdrijven. Dus ik heb ze misschien in het begin wel iets te snel, te veel laten lopen. Denk ik, achteraf gezien. Dat we toch iets te. Ja, Corine heeft toch een ontzettend krachtige looppas. En ja, dan belast je natuurlijk het veel meer dan iemand die een veel, ja, kleinere pas maakt en een veel soepelere tred heeft. Als je krachtige passen maakt, ja, dan is de druk op je voeten, je gewrichten natuurlijk vele malen groter nog. En dat heb ik misschien wel een beetje onderschat. Dat ze toch iets te veel. Dat we iets te veel aan het lopen zijn geweest. Dat we toch misschien iets meer nog die sportscholer naast hadden moeten houden. Voor de alternatieve trainingen.